Ja jongens, mijn naam is Kamers en welkom op mijn YouTube kanaal. Als je nieuw bent, vergeet zeker niet te abonneren, maar we gaan meteen naar het nieuws kijken van vandaag. En uh, er zijn een paar dingetjes. Um, we hebben hier de FGS tokens. Um, er is uh, de tiende en de tot en met de 12e is er een livestream van EA. Daarin moet je minstens weer een uurtje kijken voor een FGS token. Waar je een gratis 100k pakket mee kunt krijgen. Weet niet precies hoe dat dit werkt. Ik heb hier een video van op mijn YouTube kanaal staan. Ik zal hem ook linken onderaan in de reacties. En volgens mijn betrouwbare leaker zou ook de Vinicius-kaart, alja nou ja, Vinicius zou de Player of the month worden. En dit zijn ook zijn officiële stats naar verluid. Of dat dit 100% waar gaat zijn, geen idee. Maar deze leaker heeft al echt wel veel dingen echt juist gehad. Um, hij zou een 87 overal worden. En uh, 99 pace, 83 shooting, 80 passing, 93 dribbling. En dan defense en 76 fysiek. Is niet veel beter als een gewone kaart, misschien zeg maar een Team of the Week, upgrade ongeveer. Laat me we gerust weten wat jullie denken, wat deze zou gaan kosten. En ik denk dat deze vrijdag in de game gaat komen. En op woensdag is ook deze prom aangekondigd. Dit is eigenlijk gewoon de oude Freeze prom die ze nu versus hebben genoemd. En je gaat eigenlijk keuze krijgen in de SBC's, bijvoorbeeld tussen twee spelers. Ik denk dat je ongeveer wat kunt vergelijken, zoals met die uh, uh, rulebreakers en koekoe. Wil je er eentje met veel schieten, eentje met veel passen? Ik denk dat het zoiets gaat worden. Maar dan ook eerder meer uh, met skill moves en weak foot. Dat je bijvoorbeeld gaat kunnen kiezen: van, wil je eentje met veel skill moves? Wil je eentje met veel uh, weak foot? Beetje de Matrix. Tik je de blue pill of de red pill. En we gaan inloggen in Ultimate Team en we gaan kijken wat de content van vandaag op woensdag is. Sowieso Team of the Week. Uh, daar had ik al leaks van gezien op maandag. Ik was niet zeker of dat ging kloppen. Bij Objectors hebben we een nieuwe Silver Star. En dat is voor een wittek. Een witte kaart van Vitesse. Daar moet je weer een paar dingetjes doen voor in, uh, in de friendly modussen. Het blijft natuurlijk een zilveren kaart. En op zich, voor een zilveren kaart is die kaart op zich wel redelijk goed. Ze work attacking. Um, high. Oké. Okay. Uh, Weakfood 2. Is linksvoetig. Is op zich niet slecht linksvoetig voor op de linkse kant. Um, agility en balans is op zich wel nice. De, de speed en zo is op zich ook wel goed. Stamina 94 op zich wel prima. En player trades hebben we Longshot en out, Outside Footshot. Um, als je zin hebt voor die wedstrijdjes te doen voor deze kaart, kan je ze gerust doen. Het kost ze niks. En uh, het is een extra kaartje dat je hebt. En bij MySons hebben we niets nieuws. Ja jongens, en het team van de week is echt zo slecht dat we het er eigenlijk niet eens moeten over hebben. Uh, de beste speler qua rating die erin zit is Immobile. Dan hebben we hier nog Bernardo Silva, um, de Bastoni. Zit er ook nog in. Kinsley Coman. Maar puur qua waarde is deze uh, niet echt vet. Dus als je weekend niet speelt en je hebt Team of the Week Packs, kan je ze misschien beter bouwen. Tot volgende week. En je wilt natuurlijk weer geld verdienen. En er zijn weer Lightning Rounds. En uh, 125k pakketjes Ultimate Packs. Alright. En dan gaan we hier bij SBC'tjes kijken. En hopelijk is hier iets uh, nieuws te zien vandaag. De winning Strategy is een nieuwe. En op een of andere manier, jongens, hebben wij deze week geen UEFA Marquee matchups. Maar we gaan eens kijken bij de winning strategy voor een Small Rare Gold Player Pack. Op zich is dit geen fantastische SBC qua, qua packs. Maar we gaan eens kijken wat je ervoor moet doen. Minstens 6 clubs. Max 4 van 1 uh, league, en max 2 van 1 club. 75 rating en chemistry 90. En die SBC hebben we ook weer kunnen invullen, jongens. En daarvoor krijgen we een Small Rare Player Pack. En de winning strategy completed. Laten we hopen dat het ook een winner is. Voor een small rare gold player pack. En we gaan hem ook open doen. Uh, in dit pakketje zit een 82, trouwens. Oké. Okay. Let's go. Come on, hey. Oeh, walkout. What? Parejo? Nee, Thiago. Rice. Dit is wel nice. Gewoon een walkout. What? Abonneer gratis op mijn YouTube-kanaal door op de foto in het midden te klikken. Als je dit hebt gedaan, kan je altijd een van deze twee andere video's bekijken. Bedankt en tot in de volgende video.